Het valt de afgelopen maanden wellicht op. In Eindhoven zijn in korte tijd de nodige incidenten. Van brandstichtingen, explosies tot steekpartijen. Voelen de Eindhovenaren zich nog wel veilig? Ik heb persoonlijk niet dat ik me onveilig voel in Eindhoven. Het is me wel opgevallen dat de laatste tijd er veel dingen gebeuren. Ik voel me best wel veilig in de stad. Ik woon persoonlijk ook niet echt hier in het centrum, maar een beetje aan de uiteindes van Eindhoven. En over het algemeen, daar voel ik me wel veilig. Er zijn niet veel incidenten en zo. Dus ja, ik voel me wel oké. Okay. I feel quite safe in Eindhoven. I come from South Africa, which is a whole different country. And safety is a big thing. So in Eindhoven, I feel quite safe. Ik voel me eigenlijk heel veilig in Eindhoven. Ja, ik woon hier al mijn hele leven. Ik ken hier heel veel mensen. En ik heb eigenlijk nooit nergens geen last van, moet ik heel eerlijk zeggen. Velen voelen zich dus redelijk veilig in de stad. Al zijn er wel bepaalde plekken waarvoor dat niet geldt. Ik merk wel dat ik er een beetje op let als ik 's avonds in mijn eentje ergens naar huis fiets of zo. Dat ik probeer om wel in gebieden te blijven waarvan ik denk van daar voel ik me veilig. Maybe have a bit more security at the parks when I'm with my kids. Yeah, I don't know if there's maybe someone checking in once in a while. That will make me feel a bit more safe. And then around the train areas as well. Especially outside train areas, yeah, train stations. In de avond wordt het wel een beetje minder, omdat het dan donker wordt en dan komen er meer vreemdere mensen op straat. Over één ding zijn deze Eindhovenaren het wel eens. Ik denk misschien iets meer mensen die gewoon het in de gaten houden. Dus iets meer dat mensen erop worden aangesproken, wat meer politie of handhaving of dat soort dingen. Meer politie in het centrum, want ik zie ze al vaak, maar in Eindhoven niet zo vaak. Ja, misschien dat inderdaad de politie bij onveilige gebieden in de stad, of in elk geval die de reputatie hebben om onveilig te zijn, dat daar meer controle zou kunnen zijn om te zorgen dat mensen zich met name 's avonds veiliger kunnen voelen.